ik het afgelopen seizoen in 3 woorden moet samenvatten, dan denk ik aan leerrijk, opwindend en goed. Ja, waarom zeg ik goed? Omdat als topsporter uitstekend wil zeggen dat je boven de rest uitsteekt. Het woord zegt het zelf. En ja, dat was er nog net niet in, maar het gegeven dat we over net niet in ons eerste jaar in het profcircuit is uiteraard een hele prestatie. Mijn beste momenten van het seizoen die situeren zich zowel in de eerste wedstrijd als in de laatste wedstrijd. Vooral qua extase van vreugde die je zag. Waarom? Een eerste wedstrijd hier thuis tegen Deinzen, daar werk je een heel jaar voor om op dat niveau te komen. Eerste keer live televisie voor Patro en dan win je in de laatste minuut tegen toch een van de titelkandidaten, blijkt nu ook geweest te zijn, Deinzen. En dan zie je die vreugde, wat je natuurlijk onmiddellijk in dat seizoen zet. En dan heb je heel veel mooie momenten gehad, heel veel toppers gewonnen ook door het jaar. Maar dan de extra kers op de taart is uiteraard de laatste wedstrijd op Beerschot, waar je tegen de kampioen gaat spelen, 12.000 mensen hebt, waar je van weet dat je die moet winnen. En waar het dan op laatste gebeurt. Hè. Ik denk dat dat voor iedereen een gloriemoment was. Een moment van een zweefgevoel te hebben, een moment van euforie. Ook een moment waarin je een prijs pakt, hè, met het playoff ticket in je eerste jaar. Want ik had er heel anders gezeten als wij bijvoorbeeld 7e waren geëindigd. Als je heel het jaar in de top 6 staat en je moet dan die laatste speler dat afgeven. Het seizoen 2023, 2024 zal altijd staan als een seizoen waar Patro voor de 4e keer in haar geschiedenis playoff promotions heeft afgedwongen om naar 1A te gaan. En dat is uiteraard iets om heel fier op te zijn. Mijn succes als coach in de voorbije jaren is denk ik dat ik rechtlijnig ben naar mijn spelers toe. Correct. Ze proberen altijd correct te behandelen. Je kan niet iedereen tevreden stellen en je kan niet iedereen zijn visie op het spelletje gelukkig maken. Maar daar dienen natuurlijk sollicitatiegesprekken voor in het begin. En ja, dat daar altijd het zaadje wordt geplant. Hè. Daar krijgen spelers open te horen wat ik verwacht en wat ik niet verwacht. En dat wil dan ook zeggen dat gedurende het seizoen gevolgd moet worden. Duidelijkheid geven en bepaalde intensiteit, gekende grinta in die ploeg pompen. En niet enkel op de wedstrijddagen, maar vooral in de trainingsdagen dat erin drillen en een gewoonte daarvan maken. Uiteindelijk brengt u daar altijd succes. Ja, een gevolg van diezelfde passie en grinta die je elke dag van je spelers verlangt, heeft natuurlijk voor mijzelf ook gevolgen, want ik zet dat door in wedstrijden. Waardoor je toch ook weer enkele kaarten hebt geïncasseerd. En dan moet je jezelf de vraag stellen van wat moet je daaraan veranderen op een hoger niveau en wat niet. Ik denk dat ik nooit mijzelf zal verloochenen. En die passie in die 90 minuten of 95 minuten, wat het ook is, altijd zal blijven insteken. En ik weet van mezelf dat ik verschillende gele kaarten terecht heb gekregen. Ik weet ook dat er een paar zijn waarbij ik geviseerd werd. Dat is in België een beetje een lot die je hebt als je een uitgesproken mening hebt. Als je durft tegen schijnen te trappen in het verleden. Als je durft dat blijven herhalen. Ook dat ga ik niet verloochenen. Enkel het gedrag richting scheidsrechters moeten we subtieler zijn en daar werken we aan. Ik zit hier als een heel trotse coach die altijd meer wil, ook meer verwacht. Maar uiteindelijk kan je ook stellen, misschien hebben we wel met z'n allen het maximum eruit gehaald. Ondanks dat de wil altijd groter is
En ik denk eerlijk gezegd dat, dat we de citroen heel droog hebben gezet. En daar mogen we met z'n allen heel fier op zijn.